Ik heb de witte waterlelie lief, die daar zo blank is en zo stil haar kroon uitplooit in het licht. Reizend uit donkerkoelen vijvergrond heeft zij het licht gevonden en ontsloot toen blij het gouden hart. Nu rust zij peinzend op het watervlak en wenst niet meer. Dit gedicht is waarschijnlijk mijn eerste bewuste aanraking geweest met poëzie. Wij kregen de waterlelie in de klas in de lagere school voorgelezen door de meester en moesten proberen er een interpretatie aan te geven, het te begrijpen. Ik herinner mij nog de indruk die het op mij maakte en mijn innerlijke beleving erbij. Het oprijzen uit donkerkoelen vijvergrond ging helemaal door mijn lichaam heen, passeerde mijn voorbije meegemaakte innerlijke toestanden en liet mij verlicht en open achter aan een oppervlakte van open, rustige kalmte die mij geheel vervulde. Mijn geest was open en helder, mijn hart warm, mijn buik ontspannen. Ik probeerde in woorden uit te drukken wat ik voelde. Het kwam er stamelend en gebroken uit. Maar de meester begreep wat ik wilde zeggen en liet mij dat ook weten. Door die intense ervaring in die bubbel van begrijpend aanvoelen is mij dat moment altijd bijgebleven. En het is het archetype voor mijn latere en huidige spirituele ervaringen gebleven. Het is zo eenvoudig en vanzelfsprekend dat het geen analyse nodig heeft, ook al zijn er vele en geleerden geweest. Ook voor Frederik van Eeden moet het zo gevoeld hebben. Hij heeft later de witte waterlelie als embleem gebruikt en die laten afdrukken op de kaften van verschillende van zijn werken, waaronder de kleine Johannes.